Cody, wat een gekke avond. Neem ons eens mee door deze, ja, mag ik zeggen, bizarre avond. Ja, ik denk, we komen snel op achterstand. Ja, dan is het gewoon, dan weet je dat het lastig kan worden. We hebben heel veel kansen gekregen, maar niet benut. We bleven wel de kans creëren, we bleven knokken, strijden. Maar hij viel er maar niet in. Gaat dat ergens tegen je werken? Als er maar niet ingaat? Ja, precies. Het kan af en toe een beetje in je hoofd gaan zitten. En, het was alweer de 80ste minuut. En dan begint het toch een beetje aan je te knagen. Maar toen kopt André die bal goed binnen. Ik denk 2 minuten later krijg ik die bal van Jorbe. Met een beetje geluk schiet ik hem ook binnen. En Olly met de kerst op de taart. Hele mooie vrije trap. Waar hij al weken op oefent. Dus nu wordt beloond, zeg maar. Ja, laten we even gaan naar die eerste goal die jullie maken. Ramaljo met het hoofd, dat is een heel belangrijk moment. Wel een laat moment. Is die van jou die daarna valt eigenlijk nog belangrijker? Ja, ik denk dat we met die eerste goal het geloof weer kregen, zeg maar, dat we gewoon deze wedstrijd moeten en kunnen winnen. Dat merkte je ook aan het publiek, hè? Ja, en het publiek ging er meteen achter staan. Dat deden ze de hele wedstrijd. Maar ja, dan komt er toch wat extra's los. En dan valt snel die 2-1 en dan is het gewoon lekker. En dan mag Olly hem zo afmaken. Dat is mooi. Ja. Je verwacht eigenlijk ook tegen zo'n ploeg dat je die in die tweede helft wat sneller stuk speelt op conditie. Ja. Dat speelt dan ook mee, toch, in zo'n wedstrijd? Ja, zeker. Ik denk dat we met Vlaag nog sneller konden spelen. Nog, wat je zegt, meer hun stuk spelen. Maar dat zijn ook weer aandachtspuntjes waar we bij kunnen werken. En daar gaan we zeker mee aan de gang. Ja. Wat je dan veel hoort, PSV moet het misschien wat breder houden. Niet alles door dat centrum. Ja. Is dat ook waar jouw voorkeur een beetje naar uitgaat? Of vind je het juist wel prettig dat door dat centrum gaat? Ja, beide is goed. We moeten gewoon, ik denk als team, beter op zoek naar de ruimtes. En daar echt gebruik van maken. Nu doen we, nu als we aan één kant meer mensen hebben, dan spelen we soms toch de bal naar de andere kant of door het midden, terwijl daar niet echt de ruimte ligt. Maar ja, dat is wat ik zei, dat zijn weer verbeterpuntjes voor ons. Ja, tot slot nog heel even naar Boskagli. Die vrije trap, je noemde hem net al heel even kort. Hij liep wel erg overtuigd al naar die bal toe, vond ik. Ja. Olly was gisteren na de training, was hij, ik weet niet hoeveel ballen aan het trappen. En ze gingen er ook in, zoals nu. Dus heeft hij echt verdiend en heeft het goed gedaan. En mooie afsluiter van deze moeilijke en toch goede avond dan. Ja, was nice again. Ja, scored nice goals this season. Now is the... I worked yesterday, I think 20-25 minutes in front of the goals for taking free kicks. So why? Yeah. Why you practice on that? Yeah, because I know that it can be also a strength for us. We have a lot of players who can create some chance and dribble and can get some fouls. So I think we also have to use this to score some goals, and I did it tonight. But yeah. But is it in your nature to take free kicks? No, normally on the paper is Philip Max. His call, he has really good foot also, but he was out, so I took my chance and it's going in, so I'm really happy for this, but I will continue to work to be on the list every week. Yeah. A big applause from the bench here. They were laughing a little because they saw you practicing on that yesterday, I think. Eh? Yeah, it was. I talked also with Stefan, the physio, and before the game he told me, you have to score, and if you score, I give you a dinner. So I'm happy with this. No, yeah, because you know, sometimes I practice it, but yesterday I practiced it real, and tonight I took my chance, and I'm really happy that it goes in. So in the future you don't have to argue with Max anymore. Yeah, of course. I think it's clear now. No, you also have a word to say. No, we will see. I will train it again at the. We will see. We will decide it at the training. We have to do it. The guy who scored the training can shoot in the weekend.